Oké. Dit is dus een duidelijk geval van iemand die zich heeft voorgedaan als een medewerker van Kralingen om vertrouwelijke informatie bij een klant te ontfutselen. Dus we hebben onmiddellijk met de politie gebeld om informatie in te winnen. Volgende week hebben we een afspraak om bij de recherche om te kijken om aangifte te doen. We hebben vanochtend ook gelijk een mailing gestuurd naar onze relatie. Hier ook zit Lotte. Om iedereen dus op de hoogte te stellen dat dit gebeurd is. En het is dus echt belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is, om te zorgen dat er dus geen vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven. Daarnaast hebben wij onze ICT-afdelingen. Dat is al een hoogbeveiligde omgeving bij ons vanwege de aard van onze dienstverlening. Maar we hebben ze ook gevraagd om nog verscherpt toezicht uit te voeren op onze aanvallen op onze server. Om echt te zorgen dat dit niet kan gebeuren. Maar het is denk ik ieder een teken dat we echt heel alert moeten zijn op dat er dus blijkbaar toch interesse is voor kunsttransport en musea in het algemeen. Dus mocht er nog vragen zijn, dan hoor ik die graag. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen die we horen na ons gesprek met de politie. Oké, dank jullie wel, dat was duidelijk. Even de spelregels. Ik heb een aantal mensen nu in beeld. Zou iedereen alsjeblieft zijn camera willen uitzetten en zijn microfoon? Dus ik zie een meneer Boekhorst in beeld en een mevrouw Zijtveld. Als die nog even hun camera uit willen zetten ook. Ja, heel goed. Helemaal goed. En Wendela, of jij je camera nog even uit wil zetten? Nou goed. Als iemand vragen heeft, dan kan je ze stellen op de chat. Dat is een functie die je kan openen via de soort van werkbalk midden in je scherm. Dus daar kun je vragen kwijt. Maar je kunt vragen als je niet op de chat kunt. Sommigen kunnen niet goed op de chat. Dan kan je ze mailen naar Wopke. Wopke mag iets naar achter. Nog een heel klein stukje. Nog een stukje? Ja, dus die mogen gemaild worden naar wopkehoytes@krullermuller.nl. De eerste letter zijn W, die is niet duidelijk zichtbaar. wopkehoytes@krullermuller.nl. Dus alle vragen die jullie hebben voor V of misschien nog voor de mensen van Vertralingen, stuur ze vooral en dan worden die aan het eind beantwoord. En dan geven we nu het woord aan V. Ja, hallo allemaal. Ik ga jullie wat vertellen over het digitale conditierapport. Ik ga een supermooie PowerPoint-presentatie hebben natuurlijk gemaakt. Ik heb hem altijd heel vol met plaatjes, dus het duurt altijd even dat hij geladen is. Mijn naam is dus Fekri Neef, voor degenen die me niet kennen. Ik ben registrar bij Mauritshuis. Ik werk daar sinds 2010 inmiddels alweer. En waarvan 5 jaar als registrar. Ik vertel jullie over het rapport een stukje over hoe we het op hebben gezet en hoe we ermee werken en hoe we dat nu evalueren met elkaar. En of er nog verbeteringen zijn. Als registrar in Mauritshuis ben ik voornamelijk bezig met inkomende en uitgaande bruiklenen, met nieuwe aankopen, schenkingen en incidentele binnenkomsten als voor onderzoeken bijvoorbeeld. We hebben ook een eigen atelier. Ik doe in principe niks hands-on met te werken. Dat doen mijn collega's, zoals je ziet op deze foto's. En die kunnen dat veel beter dan ik. Als zij hun werk goed doen, dan kan ik zoals links onder de box liggen. Ik doe wel alle logistiek, alle contracten, alle juridische zaken en verzekeringen. En als ik te ver kom kijken, dat gebruik ik verkeerde, doe ik. En daarnaast hebben we een projectleider die het overzicht heeft over het gehele project, dus alles wat te maken heeft met bruiklenen voor inkomende tentoonstellingen. En die doet geen bruiklenen zaken. Verder hebben we een coördinator tentoonstellingstechniek, dus die al deze lieve mensen aanstuurt en nog 6.000 andere dingen doet in het museum. Een behoudsmedewerker, een lijstenrestaurator en dus ons eigen atelier. Daarnaast huren we ook nog mensen in voor arthandling. Een collectie 16e en 17e schilderkunst.
En het oudste wordt door deze knappe venten verzameld, Willem de Vijfde, die de galerijen openstelde en de verzamelingen tentoonstelde. En ongeveer 800 werken in de collectie, waarvan 160 alleen ongeveer 300 op zaal. In 2019 werd het uitgaande bereik heel weinig voor ons is. Meestal hebben we er bijna twee keer zoveel. En we hadden er 57 inkomende bruikleden voor tentoonstellingen en onderzoeken. En ik vertel dit allemaal om een beetje een schets te geven dat wij een vrij klein museum zijn. En waarom het dus voor ons vrij makkelijk was om over te stappen op de digitale conditierapporten. Want ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen heel makkelijk is om dat te gaan doen. Mauritshuis is het oude stadspaleis wat is gebouwd voor Maurits. En is opengegaan in 1922 als museum. Het is sinds 1995 voor zelfstandig. En sinds 2014 hebben we ook deze vleugel eraan. Die we overgekocht hebben van Sociëteit de Witte, onze buren. En daar hebben we nu een tentoonstellingszaal in die we voorheen niet hadden. Dus daardoor kunnen we ook meer tentoonstellingen organiseren en meer uitblinden binnenkrijgen. Rond deze tijd, want de verbouwing deze ontstaan van een rapport. Wat nog aan heeft staan en chipje aan het eten is. Klopt dat? Klopt dat misschien? Nee, ik was het niet. Maar inderdaad, als iedereen zijn geluid uit kan zetten, graag. Waarom maken wij een... We maken interne en externe rapporten op. En we maken een intern rapport op meerdere redenen. Of het kan reizen. Of er werkzaamheden zijn aan het werk voordat het kan reizen. Dat is voor mij en voor mijn collega's heel belangrijk. Zeker onze lijstenrestauratoren en onze normale restauratoren, zeg maar. De erfgoedinspectie wil natuurlijk af en toe weten of onze collectie nog wel op orde is. Omdat ons grootste deel van onze collectie is eigendom van OCW. Of van ons allemaal, moet ik natuurlijk zeggen. We doen af en toe kunsthistorisch onderzoek voor interne, daarom een intern rapport nodig. En voor binnenkomst van nieuwe werken, dus aankoopgeschenken of langdurig werkleen. We maken dan ook een extern conditierapport op en die maken we vaak op als het werk echt op reis gaat, dus om mee te nemen. Dus om extern ook te kunnen delen en te gebruiken. Gebruiken we als nulpunt om te kijken hoe de staat van het werk was toen het bij ons in huis was. Verzekeringen geeft ook vaak aan natuurlijk dat ze een extern rapport willen. En soms maken we ook een extern rapport op voor kunsthistorisch onderzoek. De reden voor de omslag ontstond dus een beetje tijdens die de verbouwing die we hebben uitgevoerd. We hebben het grootste deel van onze collecties afgereisd naar, tijdens onze sluiting naar Japan, naar Amerika en naar Italië. En onze restauratoren sleepten hele pakketten met papieren conditierapporten mee. En dat was voor ons vrij uniek, want we hebben altijd maar 1, 2, maximaal 4 bruiklenen per bruikleenaanvraag. En er zijn wel meer musea die natuurlijk hele stapels aan rapporten altijd meenemen, waar wij vonden het heel irritant. We dachten, dat kan beter. We kunnen het ook digitaal doen. Dus we hebben met de restauratoren en mijn voorganger André Jordaan al gehad over hoe we een digitaal rapport moesten opmaken. En Maria Albrecht, die werkt ons af en aan als restaurator en die heeft die rapporten opgesteld. En begin 2015 zijn we dus helemaal mee begonnen. Dus de voornaamste reden voor omslag was dus geen overbodig papierwerk op reis. Het is ook veiliger om één iPad mee te nemen en niet een hele stapel papier. We hadden ook op diezelfde tijd een plan voor een groot beeldbankproject wat bijna vervolmaakt is, waardoor voor al onze schilderijen opnieuw zijn gefotografeerd. Een hoogwaardige resolutie, want dat was er een voorwaarde voor als je een digitaal rapport hebt, moet je ook goede foto's hebben. Het is eenvoudiger opslaan dan papieren rapporten. Neemt natuurlijk minder ruimte in. Het is makkelijk terugzien. En we willen allemaal duurzamer zijn als musea. Dus daar maak je ook een grote slag mee door al die papieren in op te slaan. De investering die je ervoor moet doen is
Ik denk dat de meeste mensen al op papieren rapport werken die opgezet is in Word. Je moet dat Word document omzetten naar invulbare PDF-formulieren. We hebben PDF Experts, een programmaatje, een appje wat je gewoon kan kopen via de App Store. Die heb je nodig voor het invullen van de rapporten op de iPad. En je hebt gebruik van beschikbare iPads of eigen iPads. Dat kan je gebruiken. Wij hebben 4 iPads beschikbaar voor de conditierapporten. En heel af en toe neemt een koerier zijn eigen iPad mee. Kortom, wat moet je aan geld investeren? Je moet Acrobat Pro hebben, of het Creative Cloud programma heet volgens mij tegenwoordig. Dat is een vrij kostbaar programma, maar ik denk dat veel musea daar al over beschikken. Het is handig om voornamelijk PDF-forms te hebben. En Photoshop is ook handig als je plaatjes moet verkleinen of aanpassen. Je hebt eenmalige kosten voor PDF Expert. Je kan namelijk op die 4 iPads gewoon 1 account aanmaken voor de App Store. En daar dus 1 keer dat programma kopen. Het meest basale programma heb je nodig. Je kan het uitbreiden zoals je veel als je wil. Maar het basisprogramma is wel geteld €10,99. Je hebt iPads nodig natuurlijk. Als je die nog niet hebt in het museum. Of andere tablets. Je kan wat oudere versies kopen. Want er draaien deze programma's vooralsnog op. En je hebt wat stylus nodig, van die pennetjes waarmee je op iPads kan schrijven. De grootste investering moet doen is tijd om de rapporten om te zetten en om je digitale omgeving in te richten. We hebben ervoor gekozen om zelf een digitaal conditierapport te ontwikkelen. 5 jaar geleden bestonden die programma's die er zijn nog niet. Of waren er niet bekend bij mij in ieder geval, zoals ArtiCheck of ArtReports. We hadden al gelijk ook wat bezwaren. Die zijn namelijk best duur, de programma's. En de kostbare abonnementen. Van ik dacht dat je 2 gebruikers bijvoorbeeld kan gebruiken en dan ben je €150 per maand kwijt. Het is dus goedkoper. Je hebt de controle over de inhoud en het ontwerp. Daar zal ik zo nog een voorbeeld van laten zien. Je kan zelf makkelijk aanpassingen maken zonder allerlei licenties aan te kopen en abonnementen te hebben. Je werkt met bekende en vertrouwde software, want ik denk dat iedereen wel werkt met PDF en Word. En je hebt de mogelijkheid om er een plat document van te maken, waardoor je het heel snel en makkelijk kan via e-mail kan verzenden. Dit zijn voorbeelden van de appjes die er al bestaan. Alle gegevens komen in de cloud terecht en het eigendom wordt van ArtiCheck of ArtReports. Dat was het voornaamste bezwaar van mijn kant. Er bestaat natuurlijk ook PDF, alleen PDF geeft aan dat zij niet het eigendom hebben en niet in jouw stukken kunnen kijken. Het is natuurlijk volstrekt niet realistisch om dat te denken, maar ik vond het heel duidelijk dat de PDF dat wel heel specifiek zegt en deze 2 programma's niet. Daarnaast heb je beperking van de vorm en inhoud. Je ziet bijvoorbeeld bij de onderste dat je vormpjes gebruikt die zij hebben aangegeven. Wij gebruiken eigen ontwerpjes per rapport die niet vast liggen, waardoor je gewoon zelf aantekeningen kan maken. Dat zal ik allemaal laten zien. Vertrouwelijkheid is ook gegevens blijven alleen binnen het museum en niet bij een extern bedrijf. Ik zal je de opzet van het rapport laten zien. We hebben het ICR en het ECR. Nou, je ziet, ze lijken heel erg op elkaar. Er zijn wat verschillen. Ik ga even kijken of ik dat met jullie kan delen. Als het goed is, kun je dit scherm ook zien. Hierbij zie je een voorbeeld van een extern conditierapport, waarin wat basisgegevens staan. Dit is eigenlijk een eender aan hoe ons rapport op Word eruit zag, alleen dan wat moderner. Boven staan altijd de required environmental conditions. Het is ook allemaal trouwens in het Engels, want we hebben veel illustratoren die ook Engelssprekend zijn. Nee, wij zien nu geen conditierapport. Wij zien nu jouw mapje in de verkenner. Oh, echt? Ja. Even. En nu ook? Ja,
nog steeds? Nee, die wil ik ook niet. Even kijken. Je kan bij delen soms kiezen welke pagina je laat zien. Dan heb ik gewoon het verkeerde vakje. Ik ga even een andere delen. Dan kan ik zo terug naar de presentatie. Mag ik er gelijk even een vraag tussendoor gooien terwijl jij zoekt? Jullie gebruiken iPads. Ik kreeg al een vraag van Jeroen Hermes. Die zei, wij gebruiken Windows Surface laptops. Kan dit PDF-programma, is het alleen voor Apple of kan het ook op Windows? Weet jij dat? Nou, volgens mij is het ook gewoon voor Windows. Nou, kan je het nu zien? Nee, ja. Nee, we zien nog steeds hetzelfde. En nu? Ja. Oké. Okay. Ja. Fijn. Dit is dus het ECR. Met op de eerste pagina informatie over het schilderij waar het naartoe gaat. En wat dit soort environmental conditions zijn. Als je naar beneden scrolt, krijg je dus heel veel informatie over het werk. Over wat, en dit is natuurlijk iets wat je vrij kan invullen als je een eigen conditierapport gaat ontwikkelen. Je bent natuurlijk niet gebonden om die van ons over te nemen. Oh, zeker niet, omdat wij alleen aan de schilderij werken als bruiklenen. Maar je kan hier dus bij wel inspiratie eruit halen. Dat is een beetje het hele idee van deze lezing. Wij zetten dus van alles erop over de informatie, over de schilderijlijst ook en hoe het is ingelijst. En dan kom je uiteindelijk bij een plaatje van de schilderijlijst, die we altijd apart doen, omdat wij schilderijlijst soms net zo belangrijk vinden als het schilderij. En het schilderij zelf met aantekeningen. Zoals je hier ziet, we zetten in dit bovenste vakje in groen irregularities in de surface bijvoorbeeld. Dus wij geven alleen aan, we geven per conditierapport aan wat je zelf het prettigst vindt. Wat de restaurator die het opmaakt, die mag zelf kiezen welke kleur ze aan welke opmerkingen wil geven. Dat vonden wij belangrijk om dit hele rapport heel vrij invulbaar te houden, zodat je niet gebonden bent aan dingen. En je kan bijvoorbeeld zelf ook nog foto's toevoegen in een later stadium. Hieronder komt dan een instructie voor inpakken. Nou, het is vrij weinig meestal, maar we hebben er wel ruimte voor gelaten. Je kan hier ook inderdaad foto's in kan plakken. En dan hebben we hier de tegentekenvelden. Voor de aankomst, voor de retour. En deze had dan meerdere venues, dus dan krijg je meerdere aankomsten en retouren. En dan terugkeer naar het museum. Ik zal ook het interne rapport laten zien. Zien jullie dat ik nu naar een ander beeld ga? Ja, dat zien we. Super. Dit is als we een intern rapport ten behoefte van een bruikleen aanvraag. Hier hebben we verschillende versies voor panelen, voor werken op metaal, dus op koper bijvoorbeeld, en werken op doek. Hierbij wordt aangegeven, en dit is voor mij het meest interessante vakje, is het klaar voor bruikleen of mag het niet wijzen of moet het eerst behandeld worden? En zo ja, wat moet er dan behandeld worden, wordt hier altijd onder ingezet. Ook hier informatie over het schilderij, alleen veel uitgebreider. Dus het is ook een rapport wat we graag gebruiken als we nieuwe bruiklenen krijgen of nieuwe werken binnenkrijgen, nieuwe schenkingen aan. Dus dat je wat meer informatie kwijt kan over de technische informatie van het werk. Dan heb je een schematische weergave van het schilderij, de zijkanten van het schilderij. En deze zijn dan wel weer samengevoegd. Gaan we terug naar de presentatie.
voor het doorrappen. Ik laat dit nog even zien. Het is de schematische lijst die we hebben opgezet. Dus voor een foto van een werk met lijst. En van een foto van een werk zonder lijst. Nou ja, dat zijn allemaal kleine technische dingetjes die je dan later opeens toevoegt. Dus ik denk dat misten we toch nog die zijkanten van mijn lijst. Ik heb nog de filmpjes gemaakt. Kijken of je die kan zien. Dan kun je ook kan laten zien hoe dat werkt. Als het goed is, zien jullie dit filmpje. Ja, gaat goed. Dan zie je hoe je een aantekening kan maken op een op de iPad. Je kan er allerlei mooie kleurtjes uitkiezen en de grootte van de pen. En dus heel erg inzoomen op een schilderij. Dan easy peasy. Oh. Ik heb te veel dingen om met jullie te delen, denk ik. Mag ik gelijk even een vraag stellen, Fee? Komt er nog een filmpje? Ja. Bij die aantekeningen, je zei net dat het dat iedereen zelf kan bepalen welke kleur die waarvoor gebruikt en zo. Zou je de aantekeningen niet uniformer willen? Leidt het niet tot verwarring, is de vraag in de chat. Nee, omdat het erboven staat. En voor ons werkt dit het fijnst, omdat je anders moet je ook weer ergens een soort legende aanmaken. Met geel is retouches en rood is dit. Dat kan natuurlijk wel. Ik geloof dat het Rijksmuseum dat standaard heeft. Voor ons werkt dit het makkelijkste. Omdat het, dat je dan niet allemaal hoeft te onthouden wat je aan het aan dingen hebt. Oké, dankjewel. Als je dus een heel hysterische aantekeningen wil maken, dan krijg je een beetje dit. Zoals onze grote beukelaar. Het hoeft geen zin. Ik vind met mezelf van mening dat je niet van alles hoeft aan te tekenen op conditierapporten. Want je tekent alleen aan wat er eventueel schade kan oplopen. Of waar je zorgen over maakt waarom je op reis gaat. Dus dit is een vrij uitgebreid. Maar je kan dit natuurlijk wel doen voor een intern rapport als je echt alles wil aantekenen. En wat er aan de hand is op zo'n werk. Dit is iets wat ik erin zet, altijd voor de Rijnwoord studenten, maar wat ik ook wel handig vind om hier te delen. Bekijk altijd eerst het werk en bekijk daarna pas het rapport. Dat is ook iets wat we onze stagiairs van het atelier graag meegeven. Schrijf dus vooral je wijzigingen aanmerken en beschrijven en niet gewoon het de hele conditie van het werk, want dat is voor reizen echt niet nodig. En daarnaast zijn er veel schaduwrapporten die wel eens worden opgemaakt. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze, in Engeland zijn ze er erg van om dan hun eigen rapport te maken naast jouw rapport. En daar ben ik geen voorstander van. Ik vind dat het is ons werk, ons rapport is het leidend. Dus ik vraag ook altijd mijn couriers om die rapporten niet te tekenen. En daar wordt meestal mee akkoord gegaan. Op reis geef ik ook nog wel eens packing notes mee, gewoon in een heel mooi Word documentje. Maar omdat het dus voornamelijk om schilderijen gaat, die altijd face down op reis mogen, dan hoef ik er niet een heel uitgebreid groot verslag van te maken met ter illustratie. Tekenen en verzenden is ook vrij gemakkelijk, want je kan namelijk heel makkelijk een handtekening zetten. Ook nog even delen. Als het goed is, zien we hier dat ik een handtekening aan het zetten ben. Ja, dat zien we. Een paraafje vind ik altijd wel genoeg. En getekend. Het is wel handig om hier een stylus voor te hebben, dat wel. Daar ben ik mijn PowerPoint natuurlijk weer bij. Sorry hoor. Heb je nog een vraag, Wopke? Nou,
Nee, er zijn verder nog geen vragen binnengekomen. Wat ik wel, maar misschien komt dat nog aan bod zo. Wat ik mij nu wel af zat te vragen, want handtekening zetten en zo en doorsturen, dat is iets wat je nu gaat doen. Hè? Dus dan behandel je waarschijnlijk ook of je wifi nodig hebt op zaal en dat soort dingen. Zeker, ja. Oké, dan vraag ik niks. We hebben inderdaad iPads zonder een waar je dus alleen met wifi op kan. Omdat we ze zo incidenteel gebruiken dat we niet nodig vonden om een heel abonnement af te sluiten daarvoor. Dus we hebben iPads met wifi. Dus je hebt altijd wifi nodig. En dat kan lastig zijn. Want als je dan getekend hebt, dan verzend je hem per e-mail. Kan je hem direct sturen naar de dienstdoende registrar. Dus je kan het als een soort plat document sturen naar de registrar van de gebruikleennemer. Zodat zij geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen. En daarnaast vraag ik mijn couriers om altijd het rapport te sturen als een volledig document van mij. Zodat ik het eventueel ook voor hun kan aanpassen of beveiligen en opsturen naar de registrar. Maar ze kunnen het in principe op reis ook zelf. Het kan wel eens voorkomen dat er geen wifi is en dat er een registrar of een projectleider van de gebruikleennemende instelling lastig vindt dat ze het rapport niet gelijk heeft. Maar dat is heel incidenteel gebeurd. Meestal couriers als ze in hun hotel zitten. En ze weten ook dat ze het in ieder geval heel snel kunnen krijgen. En ze kunnen het allebei tekenen. Je kan het beveiligen en er niks meer aan veranderen. Dus het enige risico is dus dat je zou zeggen dat de courier tussen het museum en het hotel nog zou kunnen aanpassen. Maar ik geloof niet dat een courier dat een verslechte wil in zich heeft. Ja, ik dacht, je zegt courier, Marjolein Prinsen vraagt, als er geen courier meegaat voor installatie, wat doe je dan? Maak je het dan online of print je het dan voor de gelegenheid? Of gaat er bij jou een courier mee? Bij ons gaat er altijd een courier mee. Dat is wel een goede vraag als je het gaat doen, als we nu meer geen couriers mee zouden sturen. Of als er iemand voor ons zou courieren. We hebben wel gehad dat er iemand anders van een ander museum voor ons heeft gecoureerd en hebben het op papier meegegeven. Oké. Ja. En hoe doe je dat dan bij het ophalen bijvoorbeeld? Had je het dan weer op papier mee? Ben je dan doorgegaan met het papier of heb je het tussendoor nog gedigitaliseerd? Nee, als het op papier meegeven aan het begin, dan blijft het gewoon een papieren document. En dan scan ik het later in, maar dan blijft het wel echt een papieren document voor die rit. En wordt het dan elke bruikleen, krijgt het elke bruikleen een nieuw conditierapport of bouw je verder op het oude conditierapport digitaal? Bouwen verder op het oude conditierapport. Ik denk dat dit is net iets te klein, maar ik kon een groot plaatje ervan maken. We slaan het op, zoals je hier misschien ziet, op inventarisnummer. Dan of het een ECR of ICR is, de naam van de vervaardiger en daarachter het jaar. En het jaar waarop het werk wordt uitgeleend. En daarin werken we verder voor als het nog een keertje wordt aangevraagd. Dus dan bijvoorbeeld eentje ook tussen met paper. Dat is eentje die ingescand is. Dus eigenlijk niet meer hergebruikt kan worden. Maar net als je normaal zou doen met papieren rapporten. Dat kan bekeken worden natuurlijk. En als leider uitgebreid. Alleen het is zonder dat je het niet meer kan gebruiken. Oké, dankjewel. Verder geen vragen op dit moment. We hebben een koppeling met Adlib verzonnen, maar die gebruiken we nog niet. Wij werken met Adlib en niet TMS. In Adlib kan je geen schablonen maken van PDF-formulieren, volgens mij. Ik heb op de laatste update gewacht, maar daar kan het volgens mij ook niet. Dus je kan niet een schabloon maken in PDF en dan gelijk de gegevens uit Adlib er volgens mij in automatisch zetten. Dus ik moet dat handmatig doen. Dat doe ik voor de restauratoren. Wil je de rapporten opmaken. Maar we hebben wel een koppeling gemaakt. Zodat je als je hier op een van deze dingetjes zou klikken. Dat je direct wordt doorgelinkt naar waar het rapport staat. Maar de rapporten staan op een schijf. Gewoon bij de collectieafdeling. Of waarschijnlijk is wel een collectieafdeling bij kan. Onder het mapje conditierapporten. En dan het mapje extern conditierapport of intern conditierapport. Makkelijker kan het niet terugvinden worden, denk ik.
Maar we proberen natuurlijk wel verder te denken of het ook nog steeds handig is om het op deze manier te doen. Of dat een koppeling met Outlook wel handiger is, of een schabloon. Daar blijf ik wel over nadenken. Nou, de evaluatie. Dit is hoe onze rapporten er vroeger uitzagen. En dan komt nu een prachtige animatie. Dit is hoe onze rapporten er nu uitzien. Het is een stuk frisser en beter. En vooral de foto is natuurlijk het grootste verschil. Dat je een mooiere kwaliteit foto hebt waarop je in kan zoomen. Zelfs als je wel eens twijfelt of iets al... er al was een retouche, of nou ja, retouche niet, maar een kleine schade, dan kan je dat op een foto eigenlijk altijd op goed terugzien. Dus evaluatie. De koppeling met het collectieregistratiesysteem zou wenselijk zijn, maar omdat wij een kleine collectie hebben, is het nog niet heel noodzakelijk voor ons. Koppeling met server hebben we niet, maar die kan ik wel met OneDrive als ik meerdere... files moet overbrengen naar iPads. En dat is handig als ik dat met OneDrive doe. Wifi is af en toe dus lastig, maar we hebben nog niet echt problemen gehad met bedrijfsdeelnemers die daar wat van hadden of dat we vervelend vinden. Ik kan andere tablets gebruiken met andere mogelijkheden. En een van de grootste euvels is om je personeel op te leiden, want niet iedereen vindt het heel gemakkelijk om met iPads te werken of met tablets. En sommige mensen vinden het een beetje moeilijk om iets met Word of iets wat je vroeger op papier deed om het nu digitaal te doen. Maar we zijn inmiddels 5 jaar verder en mensen zijn er eigenlijk tevreden over. En dit was eigenlijk alles wat ik van je te vertellen heb. En ik hoor graag of er nog meer vragen zijn. Nou, er zijn niet heel veel meer vragen, maar wel opmerkingen nu dat de presentatie niet bij iedereen te zien is of te zien was. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat dit ook opgenomen wordt en straks ook naar de hand weer te zien zal zijn op ons YouTube-kanaal. Zodat in ieder geval de mensen die nu de presentatie niet hebben kunnen zien, straks nog kunnen terugkijken. Ja. Misschien is er toch iets verkeerd gegaan. Ja, nou ja, ik kan hem zelf gewoon zien, dus dat is lastig om in te schatten inderdaad. Maar dat is wel vervelend. Even kijken, ik had nog wel een vraag. Er was nog een vraag, als de bruikleennemers dezelfde tool of app gebruiken, zou je dan ook de rapporten naar elkaar kunnen sturen? Of hou je het echt fysiek op die iPad die je met de courier meegeeft? Wat zei je, sorry, nog een keer? Nou, als de bruikleennemer, zeg maar, dezelfde app heeft of dezelfde tool heeft, zou je dan ook het conditierapport naar elkaar kunnen versturen? Of neem je het gewoon mee op de fysieke tablet die je bij je hebt? Nee, wij nemen het mee op onze eigen tablet. Ja. Maar je kan natuurlijk inderdaad, als je iets met virtueel courieren zou willen doen, waar we het eerder over hebben gehad, dan zou je dat natuurlijk ook het kunnen versturen, inderdaad. En dat zou je bijvoorbeeld doen. Ja, als je inderdaad niet een fysieke courier mee gaat sturen. Maar nee, verder houden we het gewoon bij onszelf, zeg maar. Oké. Okay. Verder zie ik nog geen vragen binnenkomen. Ook nog een melding dat er weer wel beeld is. Maar het is me niet helemaal duidelijk of het allemaal goed gaat op dit moment. Even kijken, want dat zien jullie verder in het beeld. Ik zie nu alleen jou. Ja. Zijn er meer musea die met digitale conditierapporten werken? Weet jij dat? Kom je er meer tegen, Fee? Nou, de eerste die ik kende was de Frick Collection in New York. Die waren voor ons al bezig met de digitale rapporten. Ook via iPads en ook met PDF's. Zelfs iets simpeler dan hoe onze rapporten eruit zien. En ik weet... Ik heb een rondje gedaan door Nederland. Een aantal mensen al eerder hierover verteld. En geïnstrueerd hoe ze moeten gebruiken. En volgens mij is het enige die het gebruikt, Joods Historisch Museum. Maar ik weet niet zeker of ze al zo ver zijn dat ze het echt gebruiken. En zijn er bruikleennemers waar jullie komen die er niet mee willen werken? Die dan zeggen, nee, dat doen we niet hoor. Doe mij maar een papiertje. Nee, wel sommigen die wat terughoudend zijn. Maar als ze zien hoe het werkt en vooral als je een plaatje laat zien, of als je laat zien hoe je in kan zoomen op de foto's, worden mensen eigenlijk al heel enthousiast.
Oké. Okay. Ik zie dat Marjolein Prinsen schrijft dat ook het Kunstmuseum bezig is met het ontwikkelen van een digitaal conditierapportensysteem. En Albert Pierson ook wordt er vermeld. En ja, wij zijn het Krullenmuller Museum is ook, we zijn het ook aan het onderzoeken, want wij willen ook heel graag daarmee door. Even een hele andere vraag die hier oppopt. Is er al überhaupt overeenstemming over koerieren het komende half jaar? Dat is natuurlijk een hele algemene vraag, maar hebben jullie daar al een ei over gelegd? Wat je gaat doen? Nee, toevallig zijn er heel veel van onze ruitleen aanvragen, die zijn allemaal verplaatst naar volgend jaar. Dus het geeft er wel een beetje ruimte om over na te denken. Ja, verder zijn we bezig wel, want binnen Nederland is, je kunt natuurlijk makkelijker zeggen, je hebt de wagen mee. Ik heb in september de deinstallatie van onze eigen tentoonstelling. En daar ben ik nu met de ruitleengevers aan het overleggen hoe zij dat willen gaan doen. Of zij, die zijn allemaal uit Engeland en dat is vrij lastig om hierheen te komen, als volgens mij. Dus het is een beetje afwachten hoe zij, of zij hierheen kunnen komen met de installatie. En of ze dan zouden willen, virtueel, zouden willen proberen bijvoorbeeld. Ja. Dus bij ons is er intern wel een idee over, maar we bekijken het een beetje per aanvraag. Ja, dat geldt voor ons ook bij het Krullenmuller Museum. Nou, ook de melding dat het Nationaal Museum van Wereldculturen mee bezig is met de ontwikkeling van digitale conditierapporten. Nou, dat is ook goed nieuws. En zou bij jou iets zijn om er niet mee te werken? Bij mij? Ja? Ik kom even in beeld hoor. Nee hoor, helemaal niet. Ik denk dat het heel positief is om met minder met papier te werken. We hebben nu al... wat we nu in ieder geval zijn gaan doen, is het meer inscannen. Want bij ons werd er ook heel weinig nog, werd echt op pure papier bewaard. En je merkt toch heel vaak dat je dan door onvoorziene omstandigheden, dat toch het conditierapport er niet is, of weet ik veel wat. En dan, dat wil wel eens gebeuren. En dan is het wel heel fijn dat je een digitale versie hebt ook. We hebben nu ook gemerkt dat met inpakken in het buitenland, als je er niet bij kan zijn, dat het toch fijn is dat je ook nog een scan hebt van... toen je het hebt afgeleverd. Dus nee, ik ben heel erg voor. Zeker omdat je op afbeeldingen ook meer kan zien. Het is alleen dat wij heel graag een koppeling willen maken met ons collectieregistratiesysteem. Mm-hmm. Dus we zijn nu aan het kijken wat we met TMS, daar is op zich iets voor ontwikkeld. Kijken of we die stap kunnen maken. En daardoor, ja. Want je hebt wel je rapporten zijn nu in Word, denk ik. Ja. Dat geloof ik wel. Ja, bij ons is het nog een beetje een samenraapsel. En we hebben ook wel een deel wat we kunnen uitdraaien uit TMS. Het verschilt een beetje per discipline ook nog op dit moment. Dus wij moeten sowieso meer eenduidigheid daarin. Ja, het is gewoon een gelegenheid om te kijken of je een meer gestroomlijnde rapport kan maken. Om je eigen rapport sowieso te evalueren. Wat voor informatie is dan ook. Alleen bij ons is er niet toegevoegd in de tijdens. Eigenlijk alleen maar schilderijen uitsturen. Dan is het ook makkelijker. Je hebt maar twee rapporten. Ja, dat klopt. Ja, bij ons, we hebben natuurlijk sculpturen vragen weer hele andere kijk, zeg maar. En ook meer afbeeldingen. Dus in die zin is het daarom ook juist... daarvoor sturen we al vaak rapporten mee met heel veel afbeeldingen. Dus dan is het eigenlijk juist ideaal als je dat digitaal kan doen. Ik vergiste me trouwens, want ik zei dat het Nationaal Museum voor Wereldculturen ook aan het ontwikkelen was, maar ze werken er al mee. Dus dat... Even kijken, Ingrid vraagt, hangen je pdf's van de conditierapporten ook aan Adlib? Ja, dat doen we. Dat is iets wat ik wel niet zie, maar dat gebruik ik nog niet. Het is een beetje of, een aspect van hoe graag dat wij kunnen... Ik ben nu niet helemaal goed te verstaan. Kan ik aan mij liggen? Maar... Kan je dat herhalen? Kun je me nu wel beter verstaan? Ja. Ik heb de vraag van de erfgoedinspectie was of wij inzichtelijk kunnen maken van onze werken in Adlib. En toen hebben we eraan gedacht om de conditierapporten dan te koppelen aan Adlib. Alleen dan is zo'n veel heen en weer gehyperlink dat we nu nog niet helemaal de ideale situatie vinden. Dus we hebben het bij eentje als voorbeeld gedaan, maar we zijn er nog niet mee verder gegaan. Omdat het ook niet echt toegevoegde waarde heeft. Dus ik zei, het is heel makkelijk te vinden op de schijf. En dus het is nog niet echt
Ja, vond het niet echt nodig. Ja, ik denk dat het een vraag is die bij meer van ons speelt. Want het is volgens mij bij iedereen aan de orde dat de erfgoedinspectie graag wil dat de conditie van de collectie inzichtelijk is. En ja. Dan, ja, dus dat, ja, wij zijn daar ook aan te kijken hoe we dat beter inzichtelijk kunnen maken. Ja, en de vraag is natuurlijk wat willen zij precies zien? Ja. En als je werken reis natuurlijk meer dan anderen. En als je die elke keer nieuwe rapporten aan moet hangen. Of als ze helemaal niet reizen en je hebt 5 jaar geleden het laatste rapport gemaakt. Ga je dat dan vervangen? Moet je dan een nieuw rapport maken? Maar je hebt er meer vragen natuurlijk aan dan alleen maar een rapport hangen aan Outlook. Ja. Ja, het is het registreren van toestand is verplicht, hè, volgens de erfgoedwet inderdaad. Emilia de Koning zegt inderdaad dat het Amsterdam Museum koppelt gescande rapporten wel aan Adlib. Maar ja. Ja, het ligt natuurlijk aan hoe... ja, dat zijn inderdaad keuzes die je zou kunnen maken. Ja. Nou, het is fijn dat in ieder geval al veel mensen wel dus de rapporten gewoon in ieder geval al scannen. Dat gaat wel natuurlijk een stuk sneller met opzoeken. Ja, oh, en hier nog iemand die zegt inderdaad, wij koppelen de conditierapporten aan het objectrecord in TMS. Ja, dat kan ook nog in de mediamodule van TMS, is dat mogelijk. Ja. Nou, eens even kijken. Ik heb verder geen vragen. Volgens mij was het wel een helder verhaal, Vee. Nou, dank. En, ja, en als er vragen zijn, dan kan iedereen me gewoon bereiken. En ik kom ook graag een keertje op bezoek, hoor. Als het allemaal weer mag, dan kan ik ook met een iPad langskomen. Een demonstratie. Ik wilde tot slot nog heel even voor de laatkomers nog even herhalen de waarschuwing van de firma Hiskia van Kralingen. Want die is net een klein stukje buiten mijn opname gevallen, omdat ik vergat op opnemen te drukken. Mijn fout, excuses. Er is dus blijkbaar iemand die musea belt of een museum heeft gebeld. Met het verhaal dat ze een nieuwe planner is van Hiskia van Kralingen. En dat er een storing zou zijn in het systeem van Hiskia van Kralingen. En die vroeg om transportgegevens voor de komende tijd. Hiskia van Kralingen heeft geen storing. En er is dus ook niemand onder die naam werkzaam bij van Kralingen. Dus als je wordt gebeld door een kunsttransportbedrijf. En ze vragen gegevens via de telefoon, nooit geven. Altijd controleren, want er is blijkbaar iets gaande. Dus hou dat even in de gaten. En iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. We gaan nu de zomerstop in. Maar na de zomer gaan we weer oppakken. Dus alle suggesties voor onderwerpen, mail ze vooral aan een van ons. Ja, dan gaan we kijken of we die op kunnen pakken. Dank jullie wel. Dank je wel.